Dank u wel en nu gaan we over naar Tom. Politiek is van oudsher een mannenaangelegenheid. Wat niet belet dat er ook bij ons in Vlaanderen een aantal vrouwen een heel belangrijke plaats innemen. Bij ons rond de tafel twee vrouwelijke lijsttrekkers voor de PVV. Mevrouw Van den Poel-Welkenhuizen, u bent een van de weinige burgemeesters, vrouwelijke burgemeesters in Vlaanderen. Namelijk in Zonhoven. Hoe bestuurt nu een vrouw een gemeente? Is dat op een andere manier dan een man dat zou doen? Omdat een vrouw in wezen totaal verschillend is van een man, zal het bestuur uiteraard ook wel verschillen van datgene van een mannenbestuur. Mevrouw De Macht, u bent eerste schepen in Aalst. U bent ook een tijd lang plaatsvervangend burgemeester geweest in Aalst. Hoe staan de Aalstenaars tegenover een vrouwelijke politicus? Ik geloof dat de Aalstenaar verstandig genoeg is om geen verschil te maken tussen een mannelijke en vrouwelijke politicus. Het is zo dat wat men doet belangrijker is dan de persoon die erachter zit. Maar daarboven dacht ik te mogen stellen dat ze in Aalst zelfs misschien al een beetje voorop zijn op de tijd. Ze zoeken daar nu al naar een vrouwelijke prins carnaval. Ik wens u veel succes. We gaan ondertussen even over naar een streepje muziek. Wat dacht u van Clouseau met Alleen met jou? Kan het niet anders? Ben ik echt altijd fout? Soms denk ik dat niemand ziet dat ik volop van het leven geniet. En dan even tijd voor drie jongere kandidaten. De oudste stad in het land is Tongeren. En aan het hoofd van de PVV-lijst daar staat de jongste minister van het land, Patrick de Baal. Hoe staat het met het gemeentebeleid in Tongeren? Ja, Tongeren, de oudste stad van het land. En we zijn daar ook in Tongeren erg trots op. En er zijn heel veel dingen die nog naar dat roemrijke verleden verwijzen. Maar spijtig genoeg moet ik zeggen, de laatste jaren, het gaat niet goed meer met Tongeren. Tongeren deemstert stilaan weg. Er gebeuren belangrijke dingen op dit ogenblik in Limburg. Ook naar de Europese integratie toe, de reconversiepolitiek. En Tongeren heeft in mijn ogen de afgelopen 6 jaar door een slecht beleid niet hard genoeg geknokt om datgene te krijgen waar het recht op heeft. Rick, je bent ook volksvertegenwoordiger voor Aarschot. Hoe kijk je als jongere aan tegenover de gemeente? Wel Tom, als jongere verwacht ik heel veel van mijn gemeente. En ik kan u daar onmiddellijk een aantal redenen voor geven. Bijvoorbeeld in de eerste plaats, je woont in je eigen gemeente, dat is duidelijk. Dus je onmiddellijke omgeving is belangrijk.